Goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlog. Jongens, ik ben er even 2 dagen dus uit geweest. Want ik ben de afgelopen 2 dagen niet zo lekker geweest. En er is ook niet zo veel gebeurd. Maar ik ben er weer. Het is vandaag zondag. En ik ben op de een of andere manier uitgeroosterd. Heel raar. Ik weet nog steeds niet hoe dat zit. Maar goed, het zal wel. Ik ben trouwens klaar en ready. Ik zou dus vandaag gaan werken, maar ik zag gisteren dat ik van het rooster af ben gehaald voor vandaag. Dus ik snap het niet. Ik weet niet waarom. Maar goed, het zal wel. Ik ben inmiddels aangekleed en ik ga even boodschappen halen. Verder is het vandaag zondag en ga ik niet heel veel doen. Maar boodschappen zijn toch wel belangrijk. Ik heb een zwart topje aan. Een lang topje. Een witte broek. Mijn witte Adidas schoenen. En deze zwart met grimmige lange jas. Want het is wel lekker weer buiten, maar volgens mij staat er wel een beetje wind. En ik heb trouwens een beetje make-up op. Dus ik ga boodschappen halen. Ik heb trouwens last van mijn buik. Ik ben geen zwart eten geweest, maar ik heb een beetje last van mijn buik. Ik denk dat ik iets gegeten heb waar ik niet zo heel goed tegen kan. Maar goed, maar niet. Verder staat er eigenlijk niks op de planning vandaag. Dus we gaan hier gewoon boodschappen halen. Goed, verandering van de planning. Ik ga niet meer boodschappen doen. Mijn pa zal alleen boodschappen doen. Ik weet niet wat ik heb, maar ik ben de afgelopen 3 dagen of zo, heb ik zo'n rotbui. En ben ik gewoon, ik weet niet, ik voel me niet ultiem happy. Ik voel me moe, down, geïrriteerd, dat vooral, om alles. Maakt niet uit wat. Ik weet niet wat het is. Net ook, weet je, dan wordt er gevraagd of ik mijn boodschappen wil doen en dan denk ik bij mij van, pff, ga lekker alleen. Dan denk ik, ja maar waarom? Denk ik zo. Want ik kan gewoon mijn boodschappen doen, ik was ook gewoon klaar om boodschappen te gaan doen. Ik heb dan gewoon in één keer geen zin en dan ga ik niet. Ik weet niet. Ik ben een beetje op aan het raken ofzo. Ik weet niet wat het is. Alles wat er gezegd en gedaan wordt, dat is eigenlijk al te veel, om het zo te zeggen. Maar ik ga lekker nergens heen vandaag. Ik heb lekker thuis. Ik ga zo meteen die was daar opvouwen. Zit er ook al sinds gisteren. Was het te droog, moet ik opvouwen en de rest strijken. Ik ga zo meteen maar strijken, denk ik, oortjes in. En dan vind ik het helemaal best. Thank you.
is inmiddels avond. Het is al later op de avond. Ik heb vandaag, zoals jullie hebben gezien, compleet alles opgeruimd. Ik heb schoongemaakt als gek. Het is wel even nodig. Het enige wat nog moet gebeuren is stofzuigen, maar dat ga ik nu niet meer doen. Dat ga ik denk ik morgenochtend doen. Of morgenavond, ik weet het niet. Maar in ieder geval niet meer vandaag, want de papegaai slapen ook. En het is nu rustig, dus ik ga het gewoon niet meer doen. Let trouwens niet heel op. Mijn lipstick is een beetje afslijten. Maar ja, het is dus nu avond. Ik ben zo blij dat alles er zo opgeruimd en ook de kast. Ziet er zo opgeruimd en netjes uit, werkelijk. Hoe het hiervoor uitzag. Het is vreselijk, zoveel spullen. Ik ben echt heel erg tevreden. Maar ik heb de ventilatoren allebei aangezet. En de ramen open. Want het koelt een beetje af buiten. En dan koelt het hier ook lekker als ik hem openzet. Ik heb een deur van hier. En ik heb uiteraard koffie gezet, zoals jullie net hebben kunnen zien. Ik heb het trouwens ook helemaal opgeruimd. Maar ik heb dus net even een kop koffie gezet. Want daar had ik wel even trek in. Ik heb vanmiddag ook eentje op. Maar ik dacht, ja, ik wil nu ook even een kopje koffie. Verder heb ik eigenlijk niet zo veel te vertellen of te doen. Alles is heel rustig, heel relaxed. En daar ben ik eigenlijk wel een beetje blij mee. Dus dat is mooi. Ik ga koffie drinken. Even lekker een vlog van Femke Mijnis kijken. En is het zo'n beetje eigenlijk. Maar ik ben heel blij om wat ik zeg. Hoe alles er nu zo opgeruimd en gewoon weer schoon uitziet. Vooral schoon. Het is gewoon heerlijk. Het ruikt lekker fris in mijn kamer. Ik ben helemaal blij. Lekker bezig geweest. Ik ga trouwens wel even die lipstick eraf toveren. Want dat ziet er natuurlijk ook niet uit. Goed, inmiddels ben ik lekker omgekleed en ga ik zo slapen. Het is 10:45 geweest. Ik vind het laat zat. Ik ben echt kapot nu. Ik ga lekker mijn bed afhalen en ik duik er lekker in. Ik vind het helemaal best. Ik heb nog lekker opgeruimd en gedaan. Dus top. Ik ga lekker naar mijn bed. Tot morgen bij een nieuwe vlog.